De verwachtingen zijn opnieuw hoog gespannen. Ja. Is dat terecht eigenlijk? Nee. Nee? Dat denk ik niet. Nee. Wel als je kijkt naar de resultaten van 5 jaar geleden en van het WK 3 jaar geleden, waar ze zilver wonnen. Maar niet als je kijkt naar het afgelopen jaar en naar het niveau van andere landen, wat ook omhoog is geschoten. Ja. Jullie gaan samen een programma maken. Ja. Wat schort er aan de Oranje Leeuwinnen? Nou, ik denk vooral dat er problemen zijn in de verdediging. Dus ze krijgen heel veel tegendoelpunten. Dat zag je eigenlijk ook al op de afgelopen Olympische Spelen. Dus ook tegen makkelijke tegenstanders winnen ze met 10-3. Maar ja, krijgen wel tegen Zambia was het 3 doelpunten tegen. De keeper, Sari van Veenendaal, die was 3 jaar geleden... Was er toen ook al bij, hoor. Die was er toen ook bij. Ja, die hadden toen nee, maar die was ja, toen de, ik ja. wou zeggen dat ze toen de beste was van het hele WK. Ja. Alleen nu maakt ze al een langere tijd een ongelukkige indruk... Ja. En dus dat was een steunpilaar. En dat is nu eigenlijk een onzekere factor geworden. En dan heb je de rest van de verdediging... maakt ook niet altijd even de beste indruk. Dus ik denk wel dat dat een groot probleem kan worden. De verdediging. Nou, en dat is één ding. En tegelijkertijd, als je de speelsters zelf hoort... na afloop van de wedstrijden... dan zijn ze allemaal heel weifelend. Ja. Waardoor je toch een beetje de indruk krijgt van... ja, hebben ze nou wel... zitten ze allemaal op één lijn? Wat zeg je dat? Wat zeg je dat? Nou, dat het dat misschien niet een duidelijk plan is. Of dat ze niet allemaal met elkaar eens zijn. En dan vraag ik me af, en daar ben ik heel benieuwd naar... wie gaat er opstaan en wie gaat de boel leiden zo meteen. Ja.